Hallo sappige van Just the Sperkerman. Dus welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. In deze video gaan we kijken wat mijn top 10 soundtracks van de Johto games zijn. In de vorige aflevering hebben we al de Kanto games en de Kanto soundtracks behandeld. En nu gaan we die van Johto doen, dus veel plezier. Zoals bij de vorige keer wil ik even melden dat dit mijn mening is. Mocht jouw mening anders zijn, is niet erg. Maar laat het even weten in de reacties en dan kan ik jullie mening ook gaan bewonderen. Nummer 10 is Runes of Elf. Ik vind dit zo'n mysterieuze tune. Vroeger vond ik het ook best irritante tune. Zeker in de Gold, Silver, Crystal series. Omdat het toen ook nog een beetje verkrekt klonk. Maar nu vind ik wel echt redelijk geworden. Ik vind het mysterieus en ja, ik kan hier wel naar luisteren. Nummer 9, Pokémon League. Ja, dit is toch wel het magische moment. Je bent eindelijk gewoon arrived bij de Pokémon League. Dit is natuurlijk altijd bij elke game een speciaal moment. En hier maken ze het nog specialer om er zo'n vette tune onder te zetten. Het is echt gewoon alsof je, ja, nu ben ik bij de baas, nu moet het gaan gebeuren. Dus daarom heb ik deze gekozen als mijn nummer 9. Nummer 8 is Goldenrod City. Ik heb Goldenrod City gekozen in deze lijst omdat ik het gewoon een heel rustig, vriendelijk muziekje vind. Het is natuurlijk ook de hoofdstad van Johto, dus het is een grote stad, je bent er vaak. Dus ik vind het fijn om dit muziekje te horen als ik daar ben. Nummer 7 is Azalea Town. Azalea Town is zo'n stadje waar je best wel een tijdje bent. Je gaat natuurlijk eerst naar de Slowpoke Cave, wat daar dichtbij in de buurt is. Dan moet je de gym verslaan, dan moet je dat Farfetch'd event een beetje gaan doen. Dus je komt elke keer weer terug en Kurt is daar natuurlijk voor de Pokeballs. Dus je bent daar best wel vaak. Ik vind het een heel fijn muziekje om te horen, een leuke stad om in te zijn. Dus daarom heb ik deze gekozen als nummer 7. Nummer 6 is Dance of the Sacred Beasts. Ik heb dit nummertje gekozen omdat ik het het moet me aan China denken. Het is gewoon een fijn gevoel. Het is gewoon heel erg mysterieus, maar toch echt heel erg typisch Johto op een of andere manier. Als je dit hoort, dit is een Johto song zonder twijfel. Ik vind dit echt een leuke song. Nummer 5 is Arceus. Ik heb deze gekozen als mijn nummer 5, omdat ik de song, die vind ik op zich ook goed, maar gewoon de combinatie met wat je in beeld krijgt, geweldig. Ik weet niet of jullie de event van Arceus ooit gespeeld hebben. Mocht ik dat nog niet hebben gedaan, zoek het even op YouTube of doe eventjes een Game Free of een Game Shark code in je emulator. En ga die een keer doen, want die is zo vet om te zien. En daar past dit nummer zo goed bij. Dus vandaar dat ik dit nummer heb gekozen als mijn nummer 5. Mijn nummer 4 is Route 24. Ik heb Route 24 als nummer 4 gekozen omdat ik dit een typisch generatie 2 liedje vind. Niet per se dat je dan denkt naar de Johto-regio zoals we al eerder in deze lijst hebben besproken. Maar meer gewoon als je dit liedje hoort van dit is wel generatie 2. Het is van als je aan generatie 2 denkt dan zal je heel snel aan dit liedje denken. Dus daarom heb ik deze gekozen als nummer 4. Op nummer 3 staat Aquatic City.
Ik heb deze gekozen als mijn nummer 3, omdat ik en het liedje natuurlijk heel tof vind. Omdat ik meteen aan de Kimono Girls moet denken en omdat het gewoon mijn favoriete stad is. Je hebt die torens daar, heel veel lore gebeurt daar en dat stukje met die Kimono Girls. Het is gewoon heel vet. En ten zuiden van deze town kan je 's nachts Standler vangen en dat is me nooit, kan ik nooit meer vergeten, omdat ik wist van... Ik wou die Pokémon gewoon een keer wild tegenkomen. Ik kwam die nooit tegen. Ik dacht, what the fuck, waar blijft die? En toen kwam ik die daar een keer tegen. Toen heb ik best veel moeite moeten doen om die te vangen. Dus daarom vind ik deze song als mijn nummer 1. Nummer 2 is Violet City. Violet City is natuurlijk de stad waar de eerste gym is, waar je de Bellsprout Tower hebt en waar je dus best wel lang doorbrengt in de game. Je komt er ook een aantal keer terug, ook als je bij de derde gym bent geweest, dan kom je weer terug bij de Sudowoodo. Dan kom je weer even terug in deze stad om eventjes te healen ofzo, dus je komt hier best wel vaak. Ik vind het gewoon een heel leuk liedje, ik vind het voor een stad weer echt gewoon een perfect liedje om, om te hebben in een stad. En de nummer 1, de winnende song, is Dark Cave. Dark Cave is zo vet, omdat hij zo onderscheidend is van de rest. Hij is zo apart, zo speciaal. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Dus normaal vind ik het ook vreselijk om in caves te zitten. Maar met dit liedje maakt het toch weer een stukje minder erg. Dit is mijn favoriete song van de Johto-regio. Ik laat jullie hem nog even afluisteren. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En de volgende keer gaan we natuurlijk naar de songs van de Hoenn Games kijken. Bedankt voor het kijken en adios amigos.